Dames en heren, de wedstrijd is begonnen en ik wens u heel veel kijkplezier. Met deze formatie stapt de thuisploeg het veld op. Vandaag beginnen ze in een 4-3-3 opstelling. Daar had hij echt een open kans. Alleen de keeper nog voor zich. We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke positie. Hier moeten ze iets mee doen. Hoge bal, muurtje springt op. Dat is een hoekschop. Ja, de doelman zit er goed bij daar hoor en voorkomt gevaar uit die corner. Voor even, maar de bal kan hij niet klem vastpakken. De hoge bal dan nu. Wat een actie. Higuain, gered, maar de bal komt terug. En meteen al een vrije trap. Insigne. En loopt gewoon door alsof er niemand staat. Higuain. Dit is het. Oei, die speler liep al te juichen, maar de grens zet de sekse vlak de lucht in. Het doelpunt wordt dus afgekeurd. Zonde van die rustige opbouw. Nu zijn ze de bal alsnog kwijt. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Ja, en nu? Jansen. Goed geprobeerd. Hij deed zijn uiterste best om met zijn ogen in. Wat doet die verdediger nou toch? Hij krijgt steun van een medespeler, dus hij kan de bal afspelen. En die is uit. Hoekschop. Een schot. Hij ging er gewoon voor staan. En weer een schot. Van zo'n grote afstand lukte het hem niet. Hij had misschien toch beter kunnen pasen. Ja, misschien wel, maar hij schiet ze er anders ook wel eens in, hoor, van die afstand. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Kijk nou. Oh, daar is de openingstreffer. Dit doelpunt kwam niet bepaald uit de lucht vallen. Ze dicteren de wedstrijd, vallen voortdurend aan. Ja, en dan kan zo'n goal niet uitblijven. Nee, het is echt verdiend hoor. Dit zat er echt aan te komen. Je voelt dat gewoon. En met deze treffer kwamen ze een doelpunt voor. Dat was een overtreding. Scheidsrechter geeft een vrije trap en misschien komt er ook nog wel een kaart. Miral en Pjanic. Goeie tackle. Jansen, dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Prima paas. De doelman doet dat heel goed. Penalty. De scheidsrechter wijst naar de stip. Dat moet wel rood zijn. Hij kon kiezen tussen een doelpunt en een rode kaart. En hij kiest voor het laatste. Ik vind het wel een goede keuze, Evert. Gewoon neerhalen die speler, want anders kan je... Doelpunt. De kansloos. De strafschop wordt goed benut. Ze zeggen altijd dat degene die de strafschop neemt alles te verliezen heeft. Maar hij schiet de bal erin en komt dus als winnaar uit de strijd. Bal nu in handen van de tegenstander. Wat een actie.
Ze gaan aan de leiding. Absoluut. Dit brengt in ieder geval wat leven in de brouwerij. Toch nog een tegendoelpunt. Ze hebben amper. Alsof hij de bal aan een touwtje heeft. Die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. Gaat hij alleen door of speelt hij de bal af? Dit krijg je nou als er een verdediger staat te slapen. De bal gaat op de stip. De scheidsrechter gaf zonder te aarzelen de strafschop. Hij blijft kalm. Ja, schiet het goed in. Die strafschop gaat erin. Goed genomen. Perisic. Jansen. Terug in het veld via de paal. Hij speelt graag op het randje van buiten. Daar komt hij. Ja, het doel zit iets lager. Laten we nog maar eens naar die penalty kijken. Hij neemt de penalty met de wreef en schiet hem in.